Er moeten gezamenlijke inspanningen komen om de erkenning van de grondenrechten van de Marons en inheemsen te bewerkstelligen. President Chandrika Prasad Santokhi zei gisteren in een online statement in verband met de Dag der Marons dat deze groepen strijd hebben geleverd tegen onrecht en erkenning van de menselijke waardigheid. De Marons hebben strijd geleverd tegen onrecht en tegelijkertijd hebben ze ook een strijd geleverd voor de erkenning van de menselijke waardigheid. Nu moeten wij gezamenlijk een strijd leveren voor de wettelijke erkenning van de grondrechten van de Marons en de inheemsen. Zonder strijd geen overwinning. Landgenoten, Louis Bradanasisa, de regering zal de gemeenschappelijke strijd tegen elke vorm van slavernij voortzetten. We moeten ervoor zorgen dat alle mensen in waardigheid en gerechtigheid leven. Slavernij behoort tot de meest afschuwelijke uitingen van de menselijke wreedheden in de geschiedenis. Santokhi zegt verder dat slavernij een gruwel was voor onze voorouders. Slavernij heeft nog vele vormen waarmee wij nog steeds moeten worstelen. Daarom moet de totale samenleving een steentje bijdragen om deze nieuwe vormen van onderdrukking uit te bannen. Laat ik mijn overtuiging herhalen dat menselijke waardigheid centraal staat in ons regeerbeleid. En als president garandeer ik u dat ik geen enkele vorm van slavernij zal dulden. Zoals de zero tolerantie voor de grensoverschrijdende misdaad geldt, geldt zero tolerantie ook voor de slavernij. Slavernij hoort niet thuis in onze wereld. Deze is de meest flagrante schending van mensenrechten. Tot slaafgemaakte mensen worstelden tegen een systeem waarvan ze wisten dat het verkeerd was. Bij vele gelegenheden offerden de slaven hun eigen leven voor de zaak van vrijheid en waardigheid. Landgenoten, vandaag brengen we opnieuw hulde aan de vrijheidsstrijders voor hun veerkracht in het licht van onderdrukking en hun vastberadenheid. Ze hadden de moed om onderdrukking te weerstaan. Santokhi zegt dat er hulde moet worden gebracht aan de vrijheidsstrijders omdat zij hebben geprotesteerd tegen onrecht. De president stelt dat menselijke waarden hoge prioriteit genieten bij de huidige regering. Er moet een eind komen aan racisme en discriminatie en alle etnische groepen moeten tot één familie groeien, meent het staatshoofd.